Griene verhuurt in de hoofdzaak batterijen als onderdeel van een tijdelijke energieoplossing. Dat kan bijvoorbeeld zijn op bouwplaatsen, op evenementen. Als die batterijen niet verhuurd zijn, dan brengen we ze naar een tradinglocatie als deze. We staan hier op Zonnepark De Dijken in Noord-Holland. En hier hebben wij beschikking om 22 van onze batterijen aan te kunnen sluiten op het Nederlands energienet. En ze zorgen dat onze batterijen helemaal opgeladen zijn met duurzame energie. De reden waarom we hier staan is omdat de onbalans tussen vraag en aanbod in het Nederlands energienet toeneemt. Dit komt enerzijds doordat we elektrische auto's gaan laden als het ons uitkomt. Anderzijds wekken zonnepanelen alleen stroom op als de zon schijnt. Het voordeel van batterijen is dat we die energie tijdelijk kunnen bufferen. Dus als de zon niet schijnt, we wel een auto kunnen laden. Of als de zon wel schijnt, maar je geen auto wil laden, je die energie alvast hebt om later alsnog te kunnen gebruiken. Deze locatie hier in Noord-Holland is ontwikkeld in samenwerking met Zonnepark De Dijken. En daarbij heeft Alphe de technische uitvoering van het project verzorgd. En dan zijn er nog derde partijen bij betrokken die zorgen voor alle aansturing en inkoppeling van de batterijen op de Nederlandse energiemarkten.